Deze nieuwsuitzending gaat over 9-11, die aanslagen van 11 september 2001. En dan niet zeuren of zo over dat de paus was, want dat was gewoon de paus. Maar even over de achterliggende wetenswaardigheden. Je kijkt momenteel naar de website van mij, die draait op mijn server. Ik ben ingelogd als anoniem persoon, dat gaat nog verbeterd worden. En je kan ook kiezen tussen Nederlands en Engels, maar doen we nou of niet, want ik heb dit niet vertaald. Het is puur Nederlands. Het kopje hier wat je ziet is wetenschap. Dat kan je vinden dus bij blog, die is aan rote. Ja, naar wetenschap. Dan heb je hier cognitieve dissonantie. En daarvan dus, zo heet dat werk. En dat begint dan over mijn huwelijk. Dat is heel erg leuk. Maar een beetje jong geschreven hoor, maar oké. Okay. Ga ik hier een beetje zeuren over overspel. Het is wel een beetje ritmisch in elkaar hoor. Als ik een leuke zin zie, dan ga ik hem even voorlezen. Maar dit is wel een leuke zin. Ergens in die dagen kwam de beste vriend die geen seks had gehad met mijn vriendin een keertje op bezoek. Ja, die loopt wel lekker hoor, die zin. Hier zit denk ik, ja oké. En hier komt hij dus. En daar wil ik het even over hebben. Hoe het nou zit met valversnelling. En dat je aan het feit dat die gebouwen, weten ze 1 en weten ze 2, om maar te zwijgen over weten ze 7. Dat hij dus in schier vrije val omlaag gaat. Daar klopt iets niet aan. Dan heeft de bouwkundig ingenieur of zijn architect, maar de bouwkundig ingenieur die had gewoon no-no moeten zeggen. Je gaat niet een flatgebouw maken van poedersuiker. Dat is niet echt een constructiemateriaal. Snap je? Daar gebruik je ijzer voor en dan moet je koolstof in doen. Dus ijzer en koolstof is ultiem goed. Niet ijzer en silicium. En die gebouwen die zijn dus bedoeld om gewicht te dragen. Zo, daar worden ze op uitgerekend. Dus die moeten kunnen dragen. Dus als je op een gebouw gaat staan, dan val je niet omlaag. Ook niet als je op de aarde staat natuurlijk, maar dat is niet zo hoog. Kom ik duidelijk over. Hè? Want het is namelijk niet zo moeilijk om in te zien wat hier aan de hand was. En dat onze fijne overheid gewoon gigantisch heeft lopen liegen. Hè? Gaan we het even narekenen. Hè? Ik lees even mijn intro voor. Als iets valt in vrije val, valt het steeds sneller. Op onze planeet, dat heb ik slecht geschreven. Maar oké. Onze aarde als planeet gezien, mag ik zo maar zeggen. Dat mag je mij vergeven. Houdt dit in dat een voorwerp per seconde 10 meter per seconde sneller valt. Als iets valt en het wordt afgeremd, dan valt het steeds langzamer. Het vallen van het bovenste deel in vrije val kunnen we weergeven op de volgende wijze. Want het ding wat ze dus zeiden, dat vliegtuig, dat was dus ingeknald op de, die ding hadden, er waren 400 meter hoog, 100 verdiepingen of zo. Dus er kwam een vliegtuig, bam, en toen viel het bovenste deel, dat viel omlaag en dat verkruimelde alle onderstaande delen. Dus nou, als het dan in vrije, dan gaan we er even vanuit dat dat allemaal klopt wat ze zeggen. Dus dat vliegtuig heeft dus de verdieping
83 tot en met Huppeltje Pup, zo, is van 3 verdiepingen, weggeroest. En toen kwam die bovenkant omlaag. Nou, hoe hard valt die dan? Ja, dat kan je hier zien. Want hier gaat het bovenste deel beginnen te vallen. Dat kan ik aanwijzen. Ik eigenlijk... Oh, ik heb nog... Nu ga ik even heel spannend doen. En deze. Hoppakee. Dan mag dit ding weg. Kijk, hier in dat hoek, ja, ik kan het ook niet goed aan, nou, maar iets van aanwijzen. Hier begint u dus te vallen, hè? En dan valt u dus hier met 10 meter per seconde, daar met 20 meter per seconde, daar met 30 meter per seconde, 40, 50, snap je hem? Ja? Kan ik dit ding ook draaien? Yep. Kijk, en hier kan je dus zien, ja, dat dus 8 seconden duurt. Nou, waar gaat het nou over? Dat de oppervlakte hieronder, ja, dus deze driehoek, dit is de onderkant van een driehoek, ja, dit is de rechterkant van een driehoek, hè? Je ziet, ja. Nou, wat is nou de oppervlakte daarvan? Want dit is namelijk meter per seconde en dit zijn secondes daaronder, die kan je nou niet even niet zien, maar ja, tijd per seconde, hè? Als je die twee vermenigvuldigt, dan krijg je dus meter. Dus leg ik hier uit, eronder, de afstand die het bovenliggende deel, dus de kop van die, een van die Twin Towers, hè, die kan je dus de afstand, hè, het aantal meter, dat kan je berekenen onder de schuine lijn. Hè. En daarvoor moet je dus eerst, dat is het handigste, dat je eerst het vierkant uitrekent. Dus 80 keer 8. Ja? Dat is 640. Dat is 640 meter. En de helft ervan is 320 meter. En zo weten we dus dat de valtijd in vrije val, ja, die was dus iets meer dan 8 seconden. Dat kan niet anders, want die gebouwen waren 400 meter hoog. Ja, dat bovenste deel, dat viel als eerste, zeggen zij, hè, vrijelijk door de verdiepingen heen die door de inslag van het vliegtuig vernietigd zijn. Ja, die tijd die bedraagt ongeveer 2 seconden. Dat heeft te maken met een aantal meters, want dat gaat over, heb je het over, dus hiervan, hè, dus hieronder, pak ik even die ruler erbij. Oh, hij zit erboven. Wacht even. 1 seconde. Ja. Ik moet ook een beetje oefenen, hoor. Nee, waar zit hij nou? Hij is maar roelig. Nou, zeg. Ik wil hem zien. Oké, die is er weer. Okay. Dan gaat die ding weg. Yep. Kijk, dus hieronder. Dus dit is het aantal seconden. 2 seconden. En dan de afstand waar je het over hebt, seconde keer meter per seconde, dat is het aantal meters. Dit is dus 40 meter. En ik ga ervan uit dat dat vliegtuig heeft een inslag gemaakt, die heeft dus 20 meter aan verdiepingen dusdanig beschadigd dat dat bovenste deel floep deed. En die ging in vrije val, dus dat geef ik je gewoon cadeau. Hè? Ja, en dan, hoe zit het dan met de totale tijd? Want die gebouwen zijn ingestort in 16,5 seconden. Het is dus meer dan in vrije val. Dat geef ik ze zonder meer cadeau. Dat is geen enkel probleem. Maar wel 16,5 seconden. Wat houdt dat dan in? Ja. Dus wij kunnen gewoon concluderen, wat vanaf hier, hè? Dus hier heb je die vrije val. En vanaf daar moet dat dus horizontaal lopen.
Anders kom je niet aan die 16,5 seconden. Dus bode, die onderliggende delen van die beide Twin Towers, die boden geen noemenswaardige weerstand aan de bovenkant die omlaag kwam. Anders kom je niet aan die tijd, want dat was 16,5 seconden. Moet je het nog eventjes... klopt toch, hè? De oppervlakte onder het schuine deel is 20 meter, dat klopt. En de oppervlakte onder het vrijwel horizontale deel moet dus 330 meter zijn. Dit houdt in dat de breedte van dit deel gelijk is aan 330 meter gedeeld door 20 meter per seconde, oftewel 16,5 seconden. En dat klopt. Ja. Dit klopt gewoon. Maar wat hier dus staat, want kijk, hier, jij springt van een duikplank, hè? En het duurt 2 seconden voordat jij in het water komt. Een vrije val, hè? Nou, na 2 seconden ga je met 20 meter per seconde, hè, naar beneden. Dat heet de valversnelling van 10 meter per seconde, afgerond, hè, makkelijk gerekend. Ja, als je dan met deze snelheid naar de bodem van een zwembad gaat, ik zal even het lineaal erbij pakken. Ja. Ja, dan ga je met die snelheid, ja, en hoeveel seconden duurt het dan nog? Maar dan raak je de bodem van een zwembad met een snelheid van 20 meter per seconde. Ja, dat overleef je niet, mijn lieve vriend. Daarom hebben ze ook in zwembaden dat water gedaan. Want als jij van je duikplank... maar water remt je af. En dan kom je vanzelf omhoog. Dat is bij 9-11 dus gewoon weg niet gebeurd. Put. Ik zou even de laatste alinea voorlezen. Ik heb het nu uitgelegd wat er dus fout is. En dan krijg ik als laatste, probeer ik een beetje aardig te doen. Je mag natuurlijk deze hele blog gaan lezen. Het is pagina 698. Maar dan de laatste alinea. Ook is het niet vreemd dat veel mensen zich een dergelijke vraag niet stellen. Immers, we zouden ervan uit mogen gaan dat de media, de overheid en de wetenschappers een dergelijke merkwaardigheid aan de orde gesteld zouden moeten hebben. Het zijn instanties die ons vertrouwen hebben. In zo'n geval krijgt ieder mens last van cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie treedt op als een mens geconfronteerd wordt met feiten die voor hem, haar, moeilijk te verwerken zijn. Ja, dat is zo. Dat is veel vervelend. Maar die onderste zin die er staat, liever laten we alles zoals het is en doen we de feit af als gemanipuleerd of stomweg fout, dat is nog veel erger. Echt niet. En wat doen we ermee, hè? Met die paus? Nou, het antwoord is terug naar de waarheid waar de paus zijn kerk op gebouwd heeft. Want terug naar het christendom. En gewoon jezelf gedragen en doen een beetje kalm en niet te gek. En dan komt alles goed. Want het zijn de zachtmoedigen die deze aarde zullen beërven. We hebben niks te vrezen, mijn lieve kinderen. Nou, hartstikke leuk dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.